die twee die hij maakte waren wel heel mooi. De volgende wedstrijd is Heracles NEC. Voor Heracles is een overwinning vandaag gruwelijk welkom, want dit seizoen is het vorige niet. Toen was Heracles een brutale subtopper met frisse geldingsdrang. Nu is de ploeg een van de staartclubs die de punten heel erg hard nodig heeft. En dat komt hard aan bij de fans. Als Heracles vandaag wint, dan is het seizoen niet meteen gered. Maar dan ziet de wereld er voorlopig een stuk vrolijker uit voor de Almeloers. NEC zal zich daarentegen niet zomaar naar de slagbank laten leiden. De ploeg is tot stevig en goed voetbal in staat. Staat nu op de 11e plaats. Maar in Nijmegen vinden ze dat het zogeheten linker rijtje de plaats is waar NEC gewoon thuis hoort. Bij Heracles speelt Samuel Armenteros, Cubaanse Zweed, in de spits. Hij scoorde vorig seizoen 2 keer tegen NEC. Hij verdrinkt Blinder Platt uit het basisteam bij Heracles. En dit is John Goossens van NEC. Hij is de man in vorm. Hij bewees dat ook afgelopen week in Jong Oranje. Hij scoorde tegen Oekraïne. De commentator bij deze wedstrijd in Almelo is Jeroen Grutter. Nou, Tink. Schöne gaat de lucht in, maar verliest het kopduel van Van der Linden. De bal lijkt niet over de zijlijn te lopen, dus doet Nuitink het op deze manier. David, Ziemling, zomaar in de voeten van Flederis. Armenteros, dat is goed gedaan. Everton kan doorlopen en scoren. Maar dat wordt voorkomen door Sillissen. Armenteros en de bal van de lijn gehaald door Van Heijden. Plotseling kan Everton doorlopen, ligt Sillissen dwars en weet Van Heijden de bal nog voor de lijn weg te krijgen na de inzet van Armenteros. Armenteros, aangetikt door Ziemling. Overtoom, weer de concentratie. Op de paal! Willy Overtoom raakt het metaal naast Jasper Sillissen. Flemings. Schöne. Bal in één keer door naar Goossens. John Goossens, de man in vorm. Goossens! Goed schot in de korte hoek. Het eerste werk voor doelman Remco Pasveer. Armenteros, handig vrijgelopen. En een goed vervolg, maar Overtoom wil de bal zo'n beetje het doel inlopen. Waarom niet geschoten? Ziemling op Goossens. Goossens, Schöne schuift de bal voorlangs. Zomer. Goed gedaan door Flemings. Wil. Wil, Schöne. Tweede kans. Nu in de handen van Pasveer. David, Schöne. Natuurlijk naar Nuitink. Die wat aanvallender is gaan spelen. Nuitink. Flemings. Goede combinatie. Flemings. Voorbij Pasveer. Maar dan legt hij de bal voor. In plaats van terug. Maar de bal nog worden binnengehouden door Wil. Is er een enorme knal waar menig een van schrikt. Ook de spelers op het veld wisten niet wat er overkwam. Bij dat stuk vuurwerk dat afging. Goossens nog met een schot dat naast gaat. Slotfase eerste helft. Waarin Heracles goed begon, maar daarna wegzakte. Kwanza. Flederis. Flederis, Hens, penalty. Een Hensbal van Rens van Heijden leidt tot een penalty voor de thuisploeg. Overtoom. Houdt in en zet Sillissen op het verkeerde been. De voorsprong voor Heracles op slag van rust. Verder trap van Pasveer. Al onder controle gebracht door Everton. Die tot nog toe een ongelukkige wedstrijd speelt. Maar hier wel een vrije trap wint.
Wijnovic. Knappe vrije trap, maar heel fraai ook de bal uit de bovenhoek gehaald door Sillissen. Everton. Armenteros maakt de bal knap vrij. Je kan duidelijk zien aan dit soort acties dat hij gewend is aan het spelen op kunstgras. Dat kun je niet zeggen van alle spelers van NEC. Die er vaak last van hebben. Dit is een overtreding op Kwanza. Vrije trap op een mooie plek. Feyenoord was er net al dichtbij. Zal het nu ongetwijfeld nog een keer gaan proberen. Hoewel Flederis het natuurlijk ook kan. Maar Feyenoord is de eerst aangewezen. Ook nu. En weer Sillissen. Kwanza. Feyenoord. Everton kiest positie. Everton. En weer Sillissen. Feyenoord. Van der Linde terug naar Loons. Die krijgt een enorme beuk van Feyenoord. Dat is geel. Ja, Feyenoord heeft al geel gekregen voor een kleine overtreding. En dan moet hij eraf. Van der Linde. Van der Linde naar Everton. Everton, lange hoek, 2-0. Binnen de kortste keren maakt Heracles gebruik van het feit dat er met een man meer op het veld staat. Van der Linde loopt door, wordt pas laat opgevangen. Daardoor ontstaat er ruimte voor Everton en die is nu koelbloedig. En schiet Heracles naar een bijna zeker lijkende overwinning. Pasveer. Voeten van Gosens. Die vindt hier Davids. Davids. 2-1. Gaat het toch fout bij Pasveer. Slechte trap. Bal komt terecht bij Gosens. En Gosens ziet hier de ruimte die Lorenzo Davids heeft. En dan grijpt Pasveer mis. En is NEC toch weer enigszins terug in de wedstrijd. Sibum. Gosens komt en wordt geraakt door Pasveer. Dat is een penalty. Wat een oliedomme actie van doelman Remco Pasveer. Ja, als je zo naar een bal glijdt, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat je een penalty tegenkrijgt. Lasse Schöne. 2-2. Met een man minder buigt NEC een 2-0 achterstand om in een tussenstand van 2-2. En wat is er dan nog mogelijk allemaal in een tumultueuze slotfase? Van der Linde brengt de bal nog maar eens in. Otte, Kwanza en weer Breukers. Tijd voor een voorzet. De voorzet is goed achterin. Is de kopbal, maar de bal op de palen vervolgens op weg gehaald door Zomer. De kopbal was van Kwanza. Zo dicht komt Heracles nog bij de overwinning. De ploeg blijft het proberen. Nu! Belraak! Kwanza staat aan de basis. De kopbal is van Armenteros. En twee minuten voor tijd staat Heracles dan toch weer voor. Eerst nog de redding van Sillissen op de kopbal van Kwanza. Daarna Douglas met de inzet, die wordt weggehaald door Zomer. En vervolgens zet Kwanza perfect voor. En is daar notabene Armenteros, de man die vorig jaar twee keer scoorde tegen NEC. En ook nu belangrijk is voor Heracles. 3-2 in een zeer hectische en rumoerige slotfase. Dat je wint, dat doet je het meest goed. En ja, dat je uiteindelijk nog scoort, daar moet je dan gewoon heel gelukkig mee zijn. Maar dat is misschien ook wat meer geluk dan wijsheid. Omdat je toch Fabank ook gaat... Fabank, maar dat je in ieder geval nog een extra spits erbij gooit. Met heel veel mensen voor de bal gaat spelen. En dan moet hij een keer goed vallen. Kun je uitleggen hoe belangrijk het is voor de groep? Het was echt nodig om weer te winnen, denk ik.
Ja, natuurlijk. Kijk, daar kun je heel lang en breed over praten. Maar uiteindelijk kijk je toch s'avonds waar je staat. En we stonden te laag. En dan kan iedereen wel roepen, je loopt goed te voetballen. En dat komt vanzelf wel. Maar vanzelf komt dat niet. Je hebt toch echt die punten nodig. Dus vandaar dat we heel blij zijn vandaag. Ja, want die punten hebben ze nu gisteravond.